Daniel is vandaag op stap met een zogenaamde BOA, een bijzondere opsporingsambtenaar. We zijn lekker aan het varen, maar wat is het plan voor vandaag? Hoe gaan we het aanpakken? Het plan voor vandaag is, we hebben gisteren een tip gekregen. Ja? Dat er op de Aakvlaai in de Wiesbos, dat daar fuiken gevonden zijn. Mm-hmm. Ik heb daar een foto van gekregen en een filmpje waarin te zien is dat er daadwerkelijk vis in zit. Dus echt bewijs gekregen? Echt bewijs gekregen, inderdaad. De fuiken zijn teruggelegd door de vinder. En we gaan even kijken zeg maar, of dat ze er nog staan. Ja. En we hebben dat mee gaan doen. Wij hebben vandaag ook assistentie. Waarom is dat eigenlijk? En met welke partners werk je dan samen? We hebben vandaag assistentie met, van de politie. Ja? Als we een melding binnenkrijgen zeg maar, en we gaan daadwerkertjes aantreffen, verwachten daadwerkertjes aan te treffen, mm-hmm. zeg maar, dan gaan we een van onze partners benaderen. We werken met vele partners samen, allemaal in groene partners, zeg maar, de Staatsbosbeheer, SSIB, Natuurmonumenten, omgevingsdiensten, landschappen, maar ook gemeentelijke handhavers en controleurs van hengelsportverenigingen werken we ook nauw samen. Vandaag hebben we de politie bereid gevonden om met ons mee te gaan, dus ik ben benieuwd. Is dit de plek? Ja, dit is de plek. Hier zou het moeten liggen, een metertje of 5 uit de kant. En dan in de bocht, zeg maar, precies in de stroming. We hopen dat hij direct zeg maar, achter de fuik blijft hangen. Ik ga hem in het water gooien en ik sleep hem achter ons aan. Gaat hij? Ja, zodra hij het voelt, dan trek ik hem omhoog. Dan gaan we kijken of er vis in zit. Ja, hij heeft hem. Kijk, kijk. Zal ik hem aanpakken? Dit is een grotere, jongens. Oeh. Jeetje. Kan ik iets doen? Nee, ik heb hem. Nou, laat ik hem niet meer vallen. Oh, het is een dubbele? Ja. Ja, dubbele schietvang. Jeetje. Hoop kreeft in. Nee. Wacht, dan zit een anker aan. Ik heb er nog eentje aan. Oh, er zijn meerdere fuiken, joh. Dat is niet normaal, joh. We dachten net een enkele fuik te hebben gehakt. Maar het is volgens mij een driedubbele fuik. Een soort dubbele schietfuik met nog een klein fuikje eraan vast. Een hele constructie. Ik zie een hoop hele dikke palingen. En kreeften en grondeltjes. Jeetje, wat een ding joh. Het is wel een sneuwe bedoeling dit. Tjoh. Ongelooflijk hè. Voor een paar eurotjes. Grote aalen hè. Goed, nou ja, heel fijn eigenlijk dat die sportvisser scherp is geweest. Ja, ja. Ik hoorde van jou, hij heeft die melding gemaakt via het meldpunt. Hoe werkt dat precies? Ja, via het meldpunt, via Sportvisserij Zuiders-Nederland, alle federaties en via Sportvisserij Nederland kun je op een heel eenvoudige manier via internet een melding ophalen, zeg maar. Er zit een landkaart in, je kunt die landkaart inzoomen tot de exacte plaats waar waar de fuik zou liggen. Vul de melding zo volledig mogelijk aan en stuur hem in naar ons. Wij gaan eerst onderzoeken zeg maar, of er geen beroepsvisserij actief is op dat water. Nee, precies. In dit geval op de Aakvlaai mag geen beroepsvisserij plaatsvinden. Dus we wisten al, dit kan prijs zijn. Ja. Nou, vervolgens gaan wij ter plaatse en we treffen hem aan. Ja. Er was ook een agent mee. Ja, klopt. Waarom was hij eigenlijk mee? Voor het geval dat we de stropers op heterdaad zouden treffen, zeg maar, dat we gelijk door kunnen pakken en met voldoende personeel zijn. Ja. Dat is de reden zeg maar, dat wij vaak partners meevragen. Ook eigenlijk voor je eigen veiligheid en dat je gelijk actie eigen veiligheid en om smoel te kunnen maken, zeg maar, dat we gelijk door kunnen pakken. Ja. Ja. Ja, stroperij dat is in principe visserij, zeg maar, vissen op een illegale manier met als doel de vis mee te nemen die gevangen wordt. Nou, een stroper die neemt alle vis mee die vangt zeg maar, met netten of met strooplijn of whatever. Mm-hmm. En de visstand wordt zo ernstig beschadigd. De beroepsvisserij bijvoorbeeld, die oogst hun vis op een, de meeste althans, op een verantwoorde manier. Ja, precies. Die hebben quotums. Precies, die hebben quotums en die zorgen ook voor dat er vis teruggezet wordt, zou ik maar zeggen. Jonge vis, die ze later weer terug kunnen vangen. Maar een stroper, die pakt gewoon alles wat hij kan pakken. Ja. Puur voor economisch geldelijk gewin. Het is dus ook gewoon echt belangrijk dat je als sportvisser, als je wat ziet, weet je, denk er even om en maak die melding. Als je als sportvisser zeg maar, aan het vissen bent en je hangt ergens vast in een fuik, markeer die plaats, onthoud die plaats. Zeg maar, je kan een melding maken over, zoals ik al zei, zeg maar, ga maar zelf onderzoek doen of het ja of nee een beroepsvisser is. Maar zie je iemand in het water staan met een waadpak en die rare dingen. Je voelt dat je liever niet gezien wordt, zeg maar. Dat zijn ook indicaties dat er iets mis kan zijn. Meld vooral zulke dingen. Ook controleren ze sportvissers op de aanwezige vergunningen.
Dat hoort immers ook bij de bevoegdheden van BOA's. Visserijcontrole, we komen even langs zij. Morgen, hè? Goedemorgen, heren. Wat we kunnen pakken? Hier nog niks. Nog niks? Ik denk dat het Hollands Diep beter is, denk ik. Het Hollands Diep, ja, daar werd, zaterdag werd al goed gevangen. Ja. Hollands Diep, ja. Ja, hè? Ja, dank u. Dat was vanuit een kano, die had 43 stuks gevangen. Oei. Oh, dat is goed. Dus dat is een leuke. Heeft u dus wel een legitimatie bij zijn, meneer? Ja, even kijken. Even kijken. Ja. Heren, u heeft beide geen derde hengeltoestemming. Maar ik zie wel meer hengels aan boord, zeg maar, die volledig opgetuigd zijn. Volgens de wet, zeg maar, bent u in overtreding. Want u mag maar twee opgetuigde hengels aan boord hebben. Zodra je een hengel hebt met een aasje eraan of een haak eraan, dan betekent het eigenlijk dat je aan het vissen bent. Als je dan toevallig ook met een hengel en een haak op de verkeerde plek bent, dan kan je geverbaliseerd worden. Ja, ik hou bij een waarschuwing. Dan weten we wel dat we kunnen verbaliseren. Ja, je ziet het, hè? Die sportvissers vinden het niet erg om gecontroleerd te worden. Helemaal niet. Ik denk 99 van de 100 sportvissers die vinden het echt fijn dat ze gecontroleerd worden. Men betaalt voor de vispas. Ja. Men wil dat iedereen betaalt voor de vispas. Dus ja, dat vind ik gewoon fijn dat er überhaupt controle is. Ja, een hengelsportcontroleur, zeg maar, die controleert ook. Alleen die hebben geen bevoegdheden natuurlijk. Nee. Die hebben gewoon een signalerende rol. En zijn ook gastheren aan het water, net als wij. Ja. En wij treden op als gastheer. En is het fout, dan pakken we ook door en dan grijpen we ook in. Dus alleen maar positief. Ja. Nou, super. Wordt ook als positief ervaren. Goedemorgen. Controle. Even de hengel binnenhalen, alstublieft. Prima. Wat kunnen vangen? Ja, pas netjes. Oh, netjes. Heel geur. Treft het wel, ja. Succes, vang ze. Adieu.